dat je weer kijkt naar een nieuwe uitzending van Thuis bij Elver. De eerste uitzending van dit jaar. In deze uitzending gaan we op bezoek bij de kaarsenmakerij. Is Theo er weer in? Doet hij of doet hij het niet? Hebben we nieuwe quizvraag? Namelijk raad het geluid. Heeft Quincy weer een grap? En hebben we een nieuw onderwerp? Wat doe jij graag? Kijk je mee? Quincy gaat op bezoek bij de kaarsenmakerij. Mariette wilde heel graag haar werkplek laten zien. Benieuwd hoe het werken bij de kaarsenmakerij eruit ziet? Kijk maar mee. Hallo allemaal. Vandaag zijn we bij de kaarsenmakerij. We gaan even praten met Mariette. Ik ben Mariette. Ik woon aan de Dr. Blomstraat. En ik werk hier bij de kaarsenmakerij. En ik ben kaas aan het dompelen bij de fakkels. En wat moet je allemaal doen? Dan zet je ze terug. En tot er een dikke laag, niet al te dik. Dan pak je een malletje. En dan doe je ze nameten of ze goed zijn, of ze dik genoeg zijn. Zo. En dan doet Kelly ze inwikkelen met oude lakens. En dan met een lont eraan. En dan wordt ze weer in het vet gedompeld. Zo. En dat moet plakken. En dan wordt het gemarmerd. Drie kleuren verf. En dan wordt het per 20 afgeteld. En dan wordt het verkocht bij de shop. De zeepershop. Ja. Dus, en dan wordt het zo een klaarstuk? Ja. Ja. Mooi hoor. Ja. Hoe ziet het dan eruit als het klaar is? Dat zal ik je dadelijk laten zien. Kom maar mee. Dan zal ik je laten zien. Er zo uit te zien. Als het ware, dan kan het er zo uit te zien. Zo. En dan wordt het verkocht bij de dingen, bij de shop. Zo, ja. Mooi hoor. Ja. De foto's waren heel mooi. Kun je laten zien wat ze aan het doen zijn? Ja. Dit is de plaktafel. En een witlicht. Ze worden een witlicht aan het maken. Met de bloemen erop. Van servetten. Dan kan het ingesmeerd worden met lijm. En dan komt daar servetten erop. Zo. Prachtig hoor. Ja. Nou mooi. Hier staat al dinner klaar. Oh, wat mooi geworden. Ja, en in de magazijn gaan we kijken. Er staan nog meer dingen die we maken. Kom maar mee. Dat zijn alle fakkels die klaar zijn. En dit zijn alle geurkaarsen die ook al klaar zijn. En we gaan verder lopen. Dit zijn alle verzamelingen. Al die vetlichten die klaar zijn. Die al helemaal klaar zijn. En dan gaan we hier zo. Hier zijn ook al dingen klaar. En dan gaan we verder. Dit zijn alle kaarsen die al klaar zijn voor de kerk. En die ook. Dit zijn alle dinerkaarsen. En hier zijn er ook al wat klaar. Die ook. En die allemaal. Die uitgezocht zijn. Wat veel en wat mooi, omdat we dat mogen zien en mogen kijken. Mariette, bedankt voor het kijken. Niks te danken. Tot de volgende keer. En doeg allemaal. Doei. Anneke steekt voor de laatste keer het kaarsje aan. Weten dat die
dat die naar je kijkt, dat er is die van je houdt, die bewondering heeft en glimlachen kan dat je zo bent, zo handelt en zo leeft. Welkom bij Ik steek een kaarsje aan voor. Dit is voor mij de laatste keer dat ik voor jullie een kaarsje mag aansteken. Ik wil jullie heel erg bedanken voor alle keren dat ik jullie mocht ontmoeten of dat ik voor jullie een kaarsje mocht aansteken. Voor de momenten bij de belevingsgroepen, voor de momenten bij de kerk of waar dan ook. Het gaat jullie goed. En daarom wil ik voor jullie, omdat jullie zo belangrijk voor mij zijn, een kaarsje aansteken. Kaarsje voor jullie allemaal. Licht voor jullie, omdat jullie voor mij licht zijn geweest en hebben gebracht in mijn werk als geestelijke verzorger hier bij Elven. In het vervolg mag je een kaarsje willen verzoeken om aan te vragen bij thuis@elver. Tot ziens. Het is belangrijk om te ontspannen. Hoe doe je dat? We laten een paar voorbeelden zien. Hallo, goedemorgen. Ik ben Jolanda. Op donderdag geven wij hier sport en spel. En aansluitend doen we wat yoga oefeningen. En daar gaan we nu mee beginnen. Dus we gaan... Mijn collega neemt het al even over. Die gaat beginnen met een vechtsporttechniek. Dus als je even wil kijken. Nou, knip dit er maar even uit hoor. Dat kan allemaal. Mag ik vragen wie je bent? Ik ben Rosita.
En wat ben je nu aan het doen, Roesita? Daar paint in. En dan vraag ik me af, word je daar rustig van? Of vind je dat? Ik ben er rustig van en ik vind het ook leuk om te doen. Oké. En kun je mij laten zien hoe dat gaat, diamond painting? Ik doe het eerst een beetje in een bakje. En elke in deze kleur is dan volte 5. En dan pak ik even kijken waar dat binnen is. Dan doe ik hem eerst hier zo in. En dan ga ik hier zo. Dan doe ik deze even eraf. En dan doe ik hem erin drukken. En dan pak je er eentje. En dan doe je hem op de 5. En dan pak je gewoon weer eentje. En dan kan je weer op de 5. En zo ga je dan door met dezelfde kleur. Oké, en dan wordt hij. Want je bent nu net met die hoek begonnen. Dan dus wordt hij zeg maar wel anders, maar dan wordt hij uiteindelijk zoiets. Kijk, hier heb je allemaal al dingen liggen die klaar zijn. Wat een mooi eindresultaat krijg je dan, zeg. Ja, vind ik zelf ook. En het is ook mooi om op te handen, bijvoorbeeld. Ja, want dat doe je ook wel eens met iets wat je gemaakt hebt. Ja. En deze zijn dan vervoerd voor de verkoop. Oké, want hoe verkopen jullie die dan? Via hier zo. Oké. Leuk zeg. Nou, hartstikke bedankt dat je de een van ons wilde laten zien. Doe ik heel graag voor jullie allemaal. Dankjewel. Elke dag als onze deelnemers hebben gegeten, dan is het tijd voor een rustmoment. We leggen ze op de banken neer. We zetten op de iPad een rustig muziekje aan. En we geven hun rustig de tijd om even bij te komen van de ochtend. Lekker rusten, Nico. Lekker chillen. In de eerste uitzending van het jaar introduceren we nog een keer het nieuwe onderwerp. Wat doe jij graag? Dat kan van alles zijn. Heb jij iets wat je graag doet? Misschien vind je het heel erg leuk om te zingen of hou je van knutselen, fotograferen of sporten. Wil jij laten zien wat je graag doet? Stuur dan een mail naar thuis@elfen.nl. Dan nemen wij contact met je op. Als voorbeeld laten we Johan zien, die heel graag knutselt en zijn knutselwerken laat zien. Nou, vertel maar, Johan. Je knutselwerken. Ja. Wil je die laten zien? Ja. Nou, wat is dit dan? RTL. TL-lampen? Ja. En wat is dit? Een lift. Voor? Voor die dam. Oh, met de auto's erbij? Ja. En wat is dit dan? Een kluis. Kluis. Ja. Voor jou? Ja. Wat zit daarin? De agenda. Picto-agenda, hè? Die allemaal zelf gemaakt. Ja. Zeg even doei. Ja, doei.
Dan is het weer tijd voor de quiz. Doen jullie mee? Daar is Theo weer. En doet hij of doet hij het niet? Kijk maar mee wat hij nu moet doen. We zijn weer bij de hondenschool. Dit is een waterbak. Hier gooit Sabine straks de snacks in. En dan moet Theo die eruit halen. Zal hij dat doen? Of doet hij dat niet? Doet hij het of doet hij het niet? Da-da-da-da. Nieuw bij de quiz is raad het geluid. Luister goed en weet jij het geluid? Dit keer heeft niet Quincy, maar Dirkje drie vragen voor jullie. Dirkje stelt ze zelf. Luister maar mee en misschien weet jij het antwoord. Ik ben Dirkje van de Bromstraat en ik doe nou de vragen. Drie vragen. Heeft de regenboog 8 kleuren, ja of nee? Hier komt de tweede vraag. Kan de olifant springen, ja of nee? Ik stel nu de derde vraag. Kan Doornrozen schraapt die 150 jaar, ja of nee? We hebben ook weer zoek de drie verschillen. Kijk maar eens mee. Zie jij de verschillen? Dan komen we in het zoekplaatje. Zie jij het plaatje? Veel succes! Hebben we Jaap. Waar is Jaap? Supermarkt? McDonald's? Banningshof? Hier komt de grap van Quincy. Dag dames en heren, jongens, meisjes. Ik ben Quincy Ris en welkom bij de mop. Ik ga je een hele leuke mop vertellen. Ik hoop jullie die heel erg leuk vinden. Komt die? Waar ergens het bestek zich aan? De opscheplepel.
De deelraad hebben wat vragen voor jullie. Kijk maar mee. Hey, ik ben Litse. Ik ben de coach van de deelraad cliënten. En in de komende video wil de deelraad cliënten jullie graag een aantal vragen stellen. Zij zullen jullie dadelijk daar wat meer over vertellen en uitleggen. En wat ik jullie graag zou willen vertellen is waarom wij deze vragen aan jullie willen stellen. Wij willen deze vraag aan jullie stellen omdat wij meer contact zouden willen met onze achterban. En wat is nou die achterban? Nou, dat zijn jullie. Dat is iedereen die woont of werkt bij Elver. Wij willen heel graag weten, hoe gaat het met jou? Gaat het goed? Zijn er dingen die misschien beter kunnen? Zijn er dingen waar wij als deelraad jullie mee kunnen helpen? Nou, zoals ik al zei, de deelraad zal jullie wat meer uitleggen over de vragenlijst. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier, heel veel succes en wij zien heel graag jullie antwoorden. Ik ben Robert Jan en ik ben van de deelraad cliënten en wij willen jullie wat vragen stellen. En we hopen dat we antwoord krijgen. Bedankt namens de deelraad. Jullie hebben van onze vragenlijst die jullie kunnen invullen. En op kunnen sturen naar via de mail en de post. Wij even je jou goed. Vraag 2. Hoe gaat het met jou op de groep? Vraag 3. Wat gaat er goed? Vraag 4, wat kan er beter? Vraag 5, hoe gaat het op de dagbesteding CQ werk? Vertel maar. Vraag 6, wat gaat goed? Vraag 7, wat kan beter? Vraag 8. Hoe zou jij met ons willen meepraten? Bij ons komen, bij jou komen of in een bijeenkomst? Bedankt. We gaan ermee aan de slag. Tot de volgende keer. Daar allemaal zusjes. Houdoe en tot ziens. Tot de volgende keer maar weer. Tot ziens en tot de volgende keer. Adios en tot de volgende keer. Doei allemaal. Fijne dag nog en succes. Tot de volgende keer allemaal. Succes. Dan zijn we alweer aangekomen bij de antwoorden van de quiz. Als eerste het antwoord op doet hij of doet hij het niet. Zal Theo het doen? Goed zo. Ja, goed zo.
tekst? Ja, hij doet het! Dan hebben we Raad het geluid. Wist jij het geluid? Kijk maar eens mee, dan zie je het antwoord. Dirkje had 3 vragen voor jullie. Zij vertelt zelf het antwoord. Kijk maar eens mee. Ik geef nu de antwoorden van de quiz. Heeft de regenboog 8 kleuren? Nee, hij heeft er 7 kleuren. Hier komt de tweede vraag. Kan de orde van springen, ja of nee? Nee, de olifant kan niet springen. Ik vroeg, schraapt door een roosje 150 jaar? Nee, die schraapt 100 jaar. Dit was de quiz, tot de volgende keer. Doei! Daarna hebben we de 3 verschillen. Weet jij ze nog? Op de ene foto heeft Charlotte de bril op en op de andere foto af. Op de ene foto staat een stoel extra en op de andere foto is een stoel weg. Op de ene foto staat er een theedoos. Op de andere foto... Die op de andere foto weg is. Wist jij ze allemaal? Knap hoor. En als laatste... Jaap. Ja, Jaap was in onze elfersupermarkt. Hoi allemaal. Ja, ik had een vraag. Weten jullie nog dat we met kerst een livestream hadden en dat jullie op de groep allemaal zo'n grote box kregen met van alles erin? Nou zijn wij helemaal vergeten te vragen of iemand een gouden envelop heeft gevonden in een van die boxen. We hebben namelijk in al die dozen 2 gouden enveloppen verstopt met een hele leuke verrassing daarin. We zijn heel benieuwd of die gouden enveloppen zijn gevonden en door wie. Want we hebben ze blind in die dozen gedaan. Dus we hebben ook geen idee bij wie die terecht zijn gekomen. Hebben jullie nou die gouden envelop gevonden? Stuur even een mailtje naar de vrije tijd. vt@elven.nl. Alvast bedankt! We gaan even terugkijken naar de oliebollenmiddag. Dat was het weer voor deze keer. Doei! Iedereen komt uit zijn winterslaap door die mooie rode koperknaap. Anders ziet er anders uit als de zon schijnt. Is het leven fijn als de zon schijnt? En de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Da 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 da, ja, da 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 da. Heel de wereld is een groot tapijt en de buurvrouw een mooie meid. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Laat het me weten, oh hey, ik kan je niet vergeten. Mag ik dan naar jou? Ja, ja. Mag ik eens goed zijn, wat ik nooit geweest ben? Mag ik
dan bij jou. Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan. En als ik moet huilen, loop jij mijn tranen dan. Laat het maar verdwalen in de liefde. Lekker. En grijze voor de oordeel om ons heen. Niemand gaat er dood van alle vragen. Niemand die van ons kan het alleen. Je staat niet alleen, je hoeft niet alleen te lopen in het donker met je hoofd vol in de wind. Je staat niet alleen, je hoeft niet alleen. Als je stopt met zoeken, ben jij de eerste die het vindt. Oh, 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 la, 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 la. Wishing now.